In oktober 2022 is de nieuwste versie uitgekomen van Photoshop Elements. Deze heet Photoshop Elements 2023. Elk jaar komt er een nieuwe versie uit in oktober. En elk jaar zijn er weer wat kleine, maar vaak leuke uitbreidingen op het pakket. Volgens de makers is Photoshop Elements 2023 weer een stuk sneller geworden. In het gedeelte waarbij je met instructies leuke bewerkingen kunt toepassen, zijn er een paar veranderingen doorgevoerd. Zo kun je nu wat handiger zoeken op een bepaalde bewerking. Verschillende bewerkingen met instructies zijn vernieuwd en er is één nieuwe bijgekomen: de snelle overlay. Verder kun je een beweging toevoegen aan je foto met de functie bewegende elementen. De optie fotocollage heeft wat nieuwe designs erbij gekregen. En ook de presentatie die je van je foto's kunt maken heeft nieuwe thema's erbij. Als je in RAW fotografeert en je de RAW converter van Photoshop Elements wilt gebruiken, dan moet je deze nu apart installeren. In deze video laat ik je de nieuwe en een paar gewijzigde toevoegingen zien. Dit is de organizer van Photoshop Elements 2023. Deze ziet er nog hetzelfde uit als in de voorgaande versie. Alleen de knop Zoeken is verplaatst en staat hier nu prominent in deze balk naast Media, Personen, Plaatsen en Gebeurtenissen. In de vorige twee versies van Photoshop Elements waren de meest opvallende nieuwe functies dat je van je foto een bewegende GIF kon maken en bewegende overlays kon toevoegen. In deze nieuwe versie van Photoshop Elements kun je nu ook bewegende elementen maken. Je kunt bijvoorbeeld de lucht laten bewegen of een waterval, of je kunt water laten stromen. Ik selecteer een foto met veel lucht en open deze in de editor. Je vindt deze nieuwe functie in het menu Verbeteren, Bewegende elementen. Om te beginnen selecteer je een gebied die je wilt laten bewegen. Je kunt kiezen uit lucht, waarbij de lucht dus geselecteerd wordt, achtergrond of handmatig, waarbij je een eigen selectie maakt. Ik wil bewegende wolken, dus ik kies voor lucht. De lucht is keurig geselecteerd. Als de selectie bij jou niet netjes is, dan kun je deze nog gaan aanpassen met deze gereedschappen. Klik nu op de pijl om de richting aan te geven van de beweging. En je sleept over een deel in de selectie. Ik ga nu eens kijken wat er gebeurt als ik op deze pijl klik. Het duurt heel even voordat je computer de berekeningen heeft gedaan. Het resultaat ziet er best leuk uit. Soms gebeuren er vreemde dingen aan de randen van je selectie. Pas dan je selectie nog wat aan. De beweging is wel erg snel, die kun je gelukkig ook aanpassen. Lager dan 30 lukt niet. Ik klik nogmaals op de pijl. Denk nu niet dat ik een hele snelle computer heb. Ik heb het filmpje gewoon een stukje doorgespoeld. De lucht beweegt nu iets trager, maar voor mij mag het nog wel iets langzamer. Als je tevreden bent met het resultaat, dan kun je het geheel exporteren. Je maakt er dan een MP4 van, een filmpje dus, die je kunt gebruiken bijvoorbeeld op je social media. Ik klik nu op annuleren en ik sla de wijzigingen niet op. Ik sluit de foto door op het kruisje te klikken. En ik kom automatisch weer in de organizer. Ik vertelde net al dat je in deze nieuwe versie apart de RAW converter moet installeren. Heb je geen idee waar ik het over heb, dan is dit ook niet belangrijk voor jou. Fotografeer je wel in RAW, dan installeer je de RAW converter via het menu Help. Je kiest dan hier voor Camera RAW installeren. Je vindt deze functie overigens ook in de help van de editor. Als je erop geklikt hebt, dan volg je de instructies.
In de modus bewerken met instructies is er één nieuwe functie bijgekomen en er zijn wat bewerkingen aangepast. Om deze te laten zien, open ik de foto van ons hondje Coco. En ik kies hier voor bewerken met instructies. Door de jaren heen zijn er al steeds bewerkingen met instructies bijgekomen. Er zitten hele leuke bewerkingen bij. In deze versie van Photoshop Elements zijn er verschillende bewerkingen aangepast. Zo vind je bij het perfect landschap veel meer luchten die je toe kunt voegen. Bij de patroonstempels zijn het aantal penseels uitgebreid van 15 naar 26 penselen. En bij het vervangen van de achtergrond vind je ook nieuwe leuke achtergronden. En de nieuwe functie heet snelle overlay. Maar in welke groep zit deze? De bewerkingen zijn namelijk onderverdeeld in verschillende groepen. En ik kan soms niet meteen vinden wat ik zoek. Blijkbaar was ik niet de enige die er last van had, want er is nu een handige zoekfunctie bijgekomen. Deze vind je hier rechtsbovenin. Hier in de balk kun je beschrijven welke bewerking je zoekt. Maar hier vind je ook wat trefwoorden. Ik klik op recent om de nieuwste bewerkingen te vinden. Vorig jaar waren dit nieuwe bewerkingen. En dit jaar is deze erbij gekomen, snelle overlay. Als je met de muis over de foto schuift, dan zie je de foto voor en na. Nou, een hondenfoto heb ik ook. Dus daar ga ik ook wat overlays overheen zetten. Ten eerste kun je een uitsnede van de foto maken. Dat hoeft in mijn geval niet. Daarna kun je een overlay toevoegen. Die overlays kun je in de vier hoeken van de foto plaatsen. Je vindt hier alle overlays. Sommige van die overlays kun je in alle hoeken plaatsen, sommige alleen bovenin en sommige alleen onderin. Ik zie hier wat madeliefjes, daar wil ik er meer van plaatsen. Er staan namelijk ook nog madeliefjes in de foto. Deze is voor links onderin en deze voor rechts onderin. Ik kies ze beide. Je ziet dat er bij de overlays bijvoorbeeld ook kerstlampjes staan en kersttakken. Dat kan leuk zijn voor je kerstkaart. Ik kies nog wat blaadjes voor bovenin de foto. En ik plaats ze links en rechts bovenin. Je kunt vervolgens je overlays ook nog wat verkleinen. Klik in een hoek. En met behulp van het verschenen kader verklein je de overlay. Je bevestigt met het groene vinkje. Bij optie 3 kun je de kleurtoon en verzadiging aanpassen. Omdat de linkerbovenhoek nog een kader had, geldt dit nu alleen voor die hoek. Ik zet de kleurtoon weer op 0. En ik klik in het midden. Nu kun je het toepassen voor alle hoeken tegelijk. En je kunt ook de verzadiging aanpassen. Bij optie 4 kun je een vervaging toepassen, alsof de overlay niet helemaal binnen de scherptediepte van de foto valt, net zoals het oorspronkelijke bloemetje hier. De bloemetjes zijn nu iets vervaagd. Tot slot kun je nog een vignet toevoegen als je dat mooi vindt, waarbij je de dekking, de grootte en de kleur nog kunt aanpassen. Ik klik op volgende en bekijk hoe dit er in de expertmodus uitziet. Als je dan naar het deelvenster lagen kijkt,
dan zie je dat er per hoek een paar lagen bijgekomen zijn. Een laag voor de bloem of het blaadje en een laag voor de kleurtoon en verzadiging die je eventueel hebt toegepast. Ik sluit deze foto en ik sla hem niet op. De organizer verschijnt weer. In het menu Maken vind je de optie om collages te maken. Deze was er al in de vorige versie, maar is wat uitgebreider geworden. Ik selecteer eerst wat foto's. En nu ga ik naar Maken. Hier staat fotocollage. Photoshop Elements kiest gelijk een collage en zet mijn bloemen erin. Niet helemaal op een mooie manier zie ik, maar dat kun je aanpassen. In onze online cursus leer je daar het fijne van. Wat nieuw is, is dat er nog veel meer ontwerpen zijn in Photoshop Elements 2023. Ik had 5 foto's geselecteerd en rechts vind je alle voorbeelden met 5 foto's. Dubbelklik maar eens op een ontwerp dat je mooi vindt. Ik sluit de functie weer en ik sla de foto niet op. Ik ga weer naar de organizer. Ook bij het maken van een presentatie zul je merken dat er weer meer en andere thema's bijgekomen zijn. Hopelijk heb je een goed beeld gekregen van de nieuwe functionaliteiten van Photoshop Elements 2023. Er zijn niet heel veel functionaliteiten bijgekomen. Die nieuwe toevoegingen zijn leuk, maar niet echt noodzakelijk. Bij Photoshop Plezier kun je een hele duidelijke cursus volgen van alle versies van Photoshop Elements van de laatste 13 jaar. Tot ziens!